Oké, ik ben dus een tijdje geleden gevraagd of ik voice-over werk wil doen voor een reclame voor een school. Ja, prima, dat kan ik doen. Dus heb ik in de ruimte waar ik normaal record die vocals opgenomen. Dan heb ik een vocal booth gemaakt, zodat je geen reflectie hebt zoals je hier in het geluid hebt. Maar nu hebben ze dus gevraagd om een revisie, dus ik moet het opnieuw doen. En dat is helemaal prima, alleen het enige ding is, ik ben de hele week ben ik niet in die ruimte, want ik ben hier, op mijn kamer. En daar is geen vocal booth. Dus hoe de fuck ga ik dat nou doen? You gotta work with what you got, boy. Aanschouw mijn prachtige slaapkamer waar net een bed en een kast in past. Ja, oké. Okay. Het is niet geweldig, maar het is veel beter dan mijn woonkamer. Oké. Meintje dit. Oh, kut. Elke sketchy producer be like... Yo, come to the studio, bro. En dan is dit zeg maar de vocal booth. Is nog dat je vroeger dan gewoon zo'n... Oké. Echt, niemand wil je naam hier met me werken als ze dit zien. Even het script erbij pakken. En nu heb ik een pen tegen de plosieven, want dan verspreidt het zo. Het is zover. Je staat voor een nieuw hoofdstuk. Een grote stap. Op zoek naar een nieuwe school. Een plek waar je leert. Een plek waar jij je thuis voelt. Een plek waar je mag zijn wie je bent. Oké, waarom expose ik nou deze amateuristische bullshit van me? Het werkt, het gaat om het eindresultaat uiteindelijk. Het gaat niet hoe je het hebt opgenomen, maar het gaat om wat er uiteindelijk op de opname staat. Oké, ik heb niet een ruimte, ik heb niet een popfilter. Vogel gewoon uit van hoe je het werkend kan maken. En als je het geld er niet voor hebt, hey, dit is een microfoon, een interface en een laptop en dit is in mijn slaapkamer. Zo zou je zang of rap op kunnen nemen. Je moet equipment niet je creativiteit laten stoppen en gewoon manieren te vinden om alsnog op te nemen wat je wil. Ik word er ook gewoon voor betaald. Wil je andere tips over recording of mixing of over muziek maken, geef me dan een volg en ik maak weer een nieuwe video. En tot de volgende keer.